Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de nieuwe Xbox game Hellblade 2 Senua Saga. En dit is een game waar we al een hele lange tijd op hebben zitten te wachten. Want hij was al aangekondigd voordat de Xbox Series X uitkwam. En ik dacht toen der tijd dus ook dat het een launch game zou worden. En ik denk dat die lange wachttijd misschien toch wat onrealistische verwachtingen geschept heeft. Want heel veel mensen zijn een beetje teleurgesteld over wat deze game niet is eigenlijk. Terwijl ze toch wel vrij duidelijk hebben aangegeven dat deze game een beetje een vergelijkbare lengte zou hebben als de voorganger. Ook al denk ik wel dat deze dus eigenlijk nog iets korter is. Er zijn dus vooral discussies over de lengte van deze game, wat ik dus toch een beetje jammer vind, omdat het echt heel veel interessante onderwerpen en thema's tackelt. Ik denk zeker dat er wat kritiekpunten te leveren zijn op het gameplay aspect van deze game. En omdat het een videogame is, is dat natuurlijk ook gewoon terecht. Alleen ik denk dat dit niet echt een standaard videogame is zoals de meeste. Je kan deze meer in het straatje zetten van een soort van interactieve ervaring of een choose your own adventure-achtig iets. Een beetje Telltale-achtig, maar dan dus wel misschien ietsje meer gameplay. Alleen het hele ding met Telltale is het keuzes maken en dat is dus bij Hellblade niet het geval. Het is wel gewoon echt een ervaring, een soort film die je eigenlijk doorspeelt. Maar dat gezegd hebbende is het wel echt een prestatie wat ze hiermee hebben weten neer te zetten. Vooral dus op filmtechnisch gebied. Het is gewoon echt cinematic as fuck. En de graphics helpen daar dus ook echt enorm bij. En dit is dus ook wel de perfecte game om een beetje te laten zien wat de Xbox Series X eigenlijk kan qua potentie. Gaat denk ik nog wel lang duren voordat we games hebben die eruit zien zoals deze, maar die ook gewoon evenveel gameplay bieden als een Elden Ring of zo. Ik denk voor nu, als we dit level van grafische kwaliteit willen ervaren, dan moet het wel in de vorm van dit soort interactieve films zijn. Maar het is niet alleen de scherpheid en de details in de karakters en zo. Het is ook gewoon de art design van deze wereld en de hele sfeer die ze weten neer te zetten met de game. Want Hellblade is een best wel unieke franchise en dat was dus al heel erg duidelijk met het eerste deel. Want het hele ding daarvan is dat je dus met Senua speelt, die een personage is met schizofrenie. En niet alleen schizofrenie, ze ervaart ook een psychose en je ziet dus door heel deze game heen bepaalde tekenen, symbolen en dingen die gewoon net even anders zijn dan in de realiteit. Ze hebben dus ook wel echt mensen gesproken met een psychose en zo. En in de game kan je dus bij de extra's ook een documentaire daarover kijken. En ik denk zeker dat die de moeite waard is. Want je ziet die mensen met een psychose dus uitleggen hoe ze bepaalde dingen ervaren hebben. En dan ga je dus wel echt waarderen hoeveel aandacht en detail erin gestopt is door de ontwikkelaars om dat te vertalen naar een videogame. Het was al best wel spectaculair in het eerste deel, maar omdat de graphics zo geweldig zijn voor deze tweede, is het wel een nog meer trippy ervaring, denk ik. Ook al heeft het eerste deel waarschijnlijk wel meer trippy scènes, want daarin was het ook meer dat Senua, zeg maar, overweldigd werd door haar schizofrenie. Terwijl in dit tweede deel heeft ze er nog steeds last van en je hoort nog steeds de stemmetjes in haar hoofd en zo, alleen ze heeft het iets meer onder controle. Ze heeft wel een manier gevonden om ermee te kunnen leven. En waar je dus in het eerste deel echt de hel in gaat en het uiteindelijk moet opnemen tegen een god en zo, en hier en daar dus wat Draugr daarvoor, is het tweede deel iets meer gericht op menselijke vijanden. Nou ja, zo begint het in ieder geval, maar dan komen de Draugr dus ook weer opduiken en uiteindelijk is het doel van Senua in dit deel om te gaan jagen op reuzen. En ja, ik wil niet te veel weggeven over je encounters met reuzen, maar dat zijn dus zeker wel een aantal van de hoogtepunten van de game. Ik denk ook wel dat dat misschien momentjes zijn waarin mensen toch af en toe doodgaan. En dat zal dus ook wel bijdragen aan ietsje meer speeltijd dan de 5 uur die overal benoemd wordt in artikelen. Ik denk sowieso met die 5 uur moet je ook wel echt heel erg haasten. Dan ben je totaal niet bezig met collectibles en dan ga je ook niet je tijd nemen voor puzzels en zo. Ik denk dat je 5 uur alleen kan bereiken als je het met een guide speelt. Het is niet alsof die puzzels heel erg moeilijk zijn, maar je gaat toch wel wat tijd nemen om ze even rustig op te lossen. En ja, ook in de combat kan je af en toe dus nog wel doodgaan. En ik snap ook wel de kritiekpunten dat de combat vergeleken het vorige deel wel ietsje versimpeld is. Maar toch vind ik wel dat er nog een verrassend level van diepgang in zit, doordat je bepaalde knoppen ook ingedrukt kan houden en bepaalde combo's en zo die je misschien niet vanaf het begin al 1, 2, 3 uitvoert. En dan zie je dat je dus ook toch best wel wat variaties hebt in de finishing moves die je doet elke keer. Ook al heb je dus wel door dat die gevechtstukken echt op rails liggen. Want het is elke keer, zodra je er eentje verslaat, dan komt de volgende vijand er gewoon bij. En het ziet er wel
wel heel erg cinematic uit, maar je hebt het na een tijdje wel door dat het gewoon een trucje is. Maar toch, als je dan een paar keer doodgaat en je moet het opnieuw opnemen tegen een aantal van die vijanden, is het wel tof om te weten dat je ze dus niet elke keer op precies dezelfde manier doodmaakt. Want ja, je hebt een heavy attack, een light attack, een parry en een dodge. En dat is het wel een beetje. Volgens mij had je in het vorige deel ook een counter en een dodge attack en zo. Dan met L2 gebruik je focus. Die heb je normaal gesproken nodig voor het oplossen van puzzels. Maar die kan je dus ook inzetten tijdens combat. En dat geeft je dan gelijk een opening om een van die vijanden snel uit te schakelen. Die focus moet je wel opbouwen, maar dat gaat op zich wel redelijk snel. Dus als je de combat een beetje frustrerend vindt, dan ga je die focus waarschijnlijk toch wel vaak inzetten. Ik denk uiteindelijk dat je deze game gewoon meer moet spelen voor de hele ervaring en voor het verhaal dan echt om de gameplay. De combat is leuk en de puzzels zijn wel prima, maar dat zijn dus niet echt hoogtepunten. Ik snap ook wel dat er wat mensen zijn die wat problemen hebben met het verhaal, want ik denk dat dat vooral hem zit in een bepaalde twist richting het einde. Nou ja, dat en het feit dat het een beetje aanvoelt als een tussendeeltje. Het is wel duidelijk dat ze hier dus minstens een trilogie van willen maken. Er zit dus een bepaalde twist aan het einde van het verhaal die op een bepaalde manier geïnterpreteerd kan worden, waardoor ik wel kan snappen dat mensen dat misschien vervelend vinden. Omdat bepaalde aspecten een beetje abstract zijn, ben ik er niet helemaal van overtuigd dat dat inderdaad de correcte manier is om dat einde te interpreteren, zeg maar. Ook omdat we in het vorige deel toch hier en daar wel wat meer supernatural elementen zijn tegengekomen, weet ik niet of we nou opeens moeten geloven dat het echt allemaal in haar hoofd zit. Die vraagtekens van waar Senua's gekheid en de soort van supernatural Noorse mythologie wereld van deze game begint, zeg maar, die vaagheid is juist wat het leuk maakt. En omdat het dus Noorse mythologie is, gebaseerd met IJslandse folklore en zo, heb ik ook het gevoel dat we echt pas het begin van deze wereld hebben bereikt. Er zit gewoon waarschijnlijk nog heel veel mythologie in waar ze nog veel dieper op in kunnen gaan. En dan heb je bijvoorbeeld al de Hidden Folk in dit deel. En dat is dus wel echt al een hele toffe toevoeging die niet in het eerste zat. Maar we zijn nog niet de grootste reuzen en goden tegengekomen die vooral bekend zijn uit Noorse mythologie, zeg maar. Dus misschien kunnen ze daar in latere delen nog wel aan toekomen. Maar al met al denk ik toch dat Hellblade 2 echt een hele toffe game is. Gewoon vooral een hele mooie ervaring die gewaardeerd moet worden op wat het wel biedt. En niet zozeer op wat het dus niet is. Natuurlijk kan je een discussie voeren over of een game van 5 of 6 uurtjes de volledige prijs waard is. Maar omdat het dus aangeboden wordt via Game Pass, vind ik die discussie eigenlijk niet zo interessant. En juist voor de houders van Game Pass is dit toch gewoon het type game waar je op zit te wachten, zeg maar. Want het is ook experimenteel en weird genoeg dat het waarschijnlijk niet zo'n kans had om echt gewoon succes te hebben op zichzelf. Maar juist via Game Pass hebben mensen nu de neiging om dit uit te proberen en het toch gewoon een kans te geven. En dat is dus denk ik toch wel gewoon heel erg mooi van het hele Game Pass abonnement. Tot nu toe heeft hij volgens mij nog niet echt geweldige nummers gedaan. En dat vind ik toch best wel jammer, want ik denk dus toch dat het gewoon een hele speciale game is. En het is misschien een beetje niche, maar in de afgelopen jaren hebben we toch wel redelijk wat Viking hype gehad en zo. Dus ik denk dat als je ergens in de afgelopen jaren Vikings tof vond, dat je dit ook wel gewoon een kans moet geven. En vooral omdat het dus ook schizofrenie tackelt en zo op echt een hele unieke manier, onderscheidt het zichzelf toch wel gewoon als een hele unieke game franchise. En ik kan dus niet wachten om te zien wat ze nog met komende delen gaan doen. Maar heb jij al de kans gehad om Hellblade 2 Senua Saga te spelen? Hij staat nu dus op Game Pass. Laat me vooral weten wat jij ervan vindt. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.